Dag, mijn lieve Soul Searchers. Mijn naam is Barbara en dit gaat een algemene reading zijn voor mijn lieve Scorpioen voor het hele jaar 2025. Het is een algemene reading, dus neem wat voor je past en laat de rest liggen. Kijk zeker ook naar het sterrenbeeld dat in jouw maan, jouw Venus of dan wel je ascendant staat. Like, deel, abonneer, klik op het belletje. Blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. Ik ga hier een algemene reading doen waarbij ik professioneel, financieel en de liefde ga bekijken voor de komende periode. Ik ben nieuwsgieriger dan dit, dus ik ga hier een uitbreiding van maken van meer dan een uur, waarbij ik overal nog extra kaarten ga leggen. In de algemene deel, in de liefde, een splitsing ga maken tussen de koppels, de singles en de gecompliceerde connecties. En daarna ga ik nog iedere maand afzonderlijk een paar kaarten leggen om te zien wat we mogen verwachten iedere maand van het jaar 2025. Dus mocht deze reading voor jou resoneren en wens je meer informatie, de link vind je in de beschrijving van deze video. Wens je een persoonlijke jaarreading, dan kun je die boeken. Dat kan een video zijn, maar daar ga ik niet iedere maand afzonderlijk nog doen. Dus het is echt alleen maar een algemene reading, professioneel, financieel en de liefde. Of dan wel een tarot consult met mij live via Zoom of in mijn praktijk hier in Antwerpen. Meer dan welkom. Alle informatie vind je op mijn website www.soulsearch.be. We gaan beginnen met een paar orakelkaarten voor het professionele, voor mijn lieve Schorpioen voor 2025. Wat is de belangrijkste energie om te willen spreken? De sjamaan. Misschien heb jij shamanistische krachten, ben jij spiritueel en is het tijd om daar iets mee te doen? Misschien kun je een sjamaan bezoeken. In ieder geval, voor mij spreekt het wel over dat je magische krachten hebt en dat het tijd is om het te creëren, je magische krachten te gebruiken. De nieuwe maan is daarbij belangrijk. Dan hebben we er 12 komend jaar. Of 13. Financieel, wat mag ik weten? Financieel voor mijn lieve Schorpioen. Financieel, alles wat met het hebben te maken heeft, materiële dingen. Financieel mag ik weten. Mijn lieve Schorpioen voor 2025. Ja, ik wil zeggen, dat gaan we niet doen. Gelukkig nieuwjaar, maar het is een beetje vroeg. Ik neem dit op, we zijn begin oktober, dus ik ben lekker op tijd dit jaar. Voor Schorpioen, financieel, mag ik weten. Belangrijke timing en boodschap. Financieel. Vandaag. We zijn mijn buren aan het verbouwen, dus ik probeer tussen twee boorsessies heen op te nemen. Ik hoop dat jullie daar geen last van hebben. Eerste kwartier in weegschaal. Daar zitten we nu ongeveer in. Hou je hart open. Dus dat kan volgend jaar eind september zijn. Dat een belangrijk moment gaat zijn financieel. Oké. En hou daarbij je hart open. Volg je hart. En dan in de liefde. Voor mijn lieve Schorpioen 2025. Belangrijkste energie. In de liefde. Wel niet. Ja, alle twee. Oké. Ontmoeting door synchroniciteiten. Volgende week. Niks is toeval hier. Synchroniciteiten. Het lijkt zo de perfecte timing. Alles, ja, is precies per ongeluk of per toeval. Maar dat is het zeker niet. Goddelijk geleid zou ik willen zeggen. En discrete geheime relatie. Jullie. Misschien spreken we het niet uit naar de buitenwereld in eerste instantie. Voor welke reden dan ook. Oké, we gaan het zien. Dan moet ik zeggen dat inderdaad 2025 heb ik het gevoel dat het universum de juiste mensen bij elkaar aan het duwen is. Maar ja, of het past of niet, het gebeurt. Dus het is soulmate, tweelingzielen komen samen. En als er dan nog een relatie in de weg staat, dan zijn er veranderingen op komst. We zullen het zien. De sjamaan, professioneel. Klein ogenblikje. Schop me iets in mijn keel. Dus professioneel, wat is de belangrijkste energie voor mijn lieve Schorpioen voor 2025? Professioneel, dat mag ik weten. En professioneel heeft dus alles met het doen te maken. Dus ook activiteiten ernaast. Wow. Jammer. De zeven van zwaarden ondersteboven. Alles wat met het doen te maken heeft. Dus nevenactiviteiten. Iets in bijberoep doen. Hobby's. Een huis verbouwen hoort daar voor mij ook bij. De ster, de zeven van zwaarden. Nou, Schorpioen, voor mij is het tijd om te gaan hier. Want met de ster heb ik hier... dat kan depressie zijn. Dat kan een hopeloze situatie zijn. Iets dat niet meer in de sterren geschreven staat hier. En met de zeven van zwaarden... we gaan de goede kant op. De zeven van zwaarden, misleiding, manipulatie. Een beetje in de val gelokt worden hier. Mensen die achter je rug om praten. Negatieve sferen heb ik hier. Nou, dat is hopeloos. Dat gaat nooit veranderen. Dat beseffen we hier.
Wij willen het geluk met het team van Kelleke. Geluk naar moeilijke tijden samen. Voor mij is het een familiebedrijf. Voor mij is het een iets kleinschaligs of iets waar je voelt alsof je thuis komt. Met de juiste mensen, Soul Tribe Energy. Dus we gaan richting het geluk. Wat voelt als thuiskomen, maar voor mij loop je wel weg van een redelijk uitzichtloze situatie. Ik verklaar de zeven van zwaarden. Misleiding, manipulatie. Heerlijke woorden. De wereld. Ja, ergens ben je een beetje uitgeleerd, uitgegroeid uit een bepaalde situatie. En het is tijd om te gaan, inderdaad. Maar misschien loop jij een beetje weg van de waarheid van, ja, ik weet wel dat ik hier niet meer hoor en dat er geen toekomst is, maar ik blijf er toch in zitten, want ik ben bang voor de verandering. Dit zou zowaar een carrière switch kunnen zijn met de wereld. Ik zeg, dit is het einde van een 10, 20 jaar fase met ja, de zes van Kelleke, de schildknaap van staven en de gerechtigheid. Jij neemt hier een juiste beslissing om weg te lopen, voor mijn gevoel. Van een plek, een situatie waar je lang hebt vertoefd, waar je zelfs emotionele banden mee hebt. Maar dat kan ook bijvoorbeeld door een verhuizing zijn, dat je zegt van oké, ik ga hier weg. Het kan zijn dat we naar het buitenland gaan hier. Want we gaan op avontuur met de schildknaap van staven. Je staat hier te popelen voor een nieuw avontuur, een nieuw begin. Waar je bezieling, waar je creativiteit en je ei in kwijt kan hier. Let op dat je dat niet naïef doet. Want hij is hier ondersteboven, dus het is wel een beetje op een kindse manier, zou ik willen zeggen. Zoek hulp voordat je de beslissing neemt of kan het hier zijn. Omdat je hier juist niet naïef in wilt staan. Als je ergens wakker van ligt en inderdaad een verzuurde situatie, is het tijd om een nieuw planproject aan te pakken hier. Dat buiten de comfortabele zone is. Verklaar dan het team van Kelleke. Dat geluk na moeilijke tijden samen. De zeven van Kelleke, de duivel, het rad van fortuin, de drie van staven en de kracht. Oké, dan. Ik heb wel behoorlijk wat onzekerheid voor dit nieuw begin. Of dit thuiskomgevoel. Ik doe dat langzaam en zeker en doordacht. Ik heb heel veel goddelijke timing. Je maakt de plannen. Je weet wat je wilt. Je spreidt je vleugels hier. En dan is het wachten op de goddelijke timing. Behoorlijk wat onzekerheid. Misschien moet je eerst terug op krachten komen voordat je de knopen doorhakt en weet welke droom je na wilt jagen. Met de zeven van Kelleke heb ik. Je komt uit een verwarring, uit een periode van, ik heb ideeën, dromen te over, maar ik weet niet welke richting ik eerst moet doen of wat ik eerst welke droom ik eerst na moet jagen. Dus hier heb je een heel nieuw doel, een helderheid, een besluitvaardigheid. En je maakt de plannen. Dan is het dus nog wel wachten op de goddelijke timing. Dus daarmee, qua timing financieel, hadden we ook volgend jaar eind september. Het kan zijn dat het dus inderdaad pas volgend jaar zich allemaal ontvouwt. Voordat we echt thuiskomen. En dat we gerealiseerd hebben van oké, we zitten ergens in een vastzittende situatie. Dat kan. Met de duivel, ja, angsten. Behoorlijk wat angsten. Maar niks wat we niet aan kunnen, want ik zie wel de plannen maken. En dat heet moed. Maar misschien moet je eerst, wat ik zeg, eerst op krachten komen. Misschien hebben we hier tijdelijk een depressie. Een uitzichtloos moment. Maar daar komen we uit voor het geluk. Na moeilijke tijden samen. Een thuiskomgevoel. Happy home, happy life. Oké. Financieel, hou je hart open. Dat mag ik weten, financieel. Dat is de belangrijkste energie voor 2025 voor mijn lieve Scorpioen. De twee van Kelleke, ondersteboven. Hier een liefdevolle connectie, of dan wel een partnerschap, maar niet in harmonie, want we kijken niet dezelfde kant op. De twee van Kelleke, ondersteboven. Ja, we communiceren niet juist, de samenwerking loopt niet helemaal. Ja, we kijken niet dezelfde kant op. De tien van zwaarden. Als het in een relatie is, heb ik hier het einde met de tien van zwaarden. Of het einde van een niet evenwichtige partnerschap, samenwerking. De vier van Kelleke. Wijzen we iets nog een keer af? Of gaan we voor een gemiste kans die zich opnieuw aandient, waardoor we een partnerschap afwijzen hier of beëindigen? Jij staat heel leergierig en nieuwsgierig in dit jaar. Je wilt groeien, je wilt leren, je wilt investeren in jezelf. Misschien een studie doen. Met grote verandering aan het aanbrengen.
Maar er is inderdaad een samenwerking of partnerschap, een soulmate-connectie. Wellicht dat hier redelijk verslagen uitziet. Even kijken naar die vier van kelken, want dat kan twee dingen zijn. Is het een gemiste kans, die iets dat je hebt afgewezen, dat zich opnieuw aandient, dat we nu wel een kans geven? Of omdat we bleven in een verveling in, is dit alles, wijzen we het iets toch nog een keer af? Verklaar de vier van kelken. De vijf van staven. Competitie, de koningin van staven. Ja, hier kan ik inderdaad een professionele teleurstelling hebben. Waar we eigenlijk inderdaad een beetje teleurgesteld in zijn. En waardoor, gaan we allemaal niet doen, daar kluizen naar. Mag ik nog één kaart voor de vier van kelken? Misschien, aha. Oef. De koning, de ridder en de schildkaart van kelken. Kan twee kanten op, hè, met financieel. Kan in de liefde of kan in het professionele zijn. Maar ik heb of dan wel hier liefde op een dienblad dat zich nog een keer aandient. Dat je misschien eerder hebt afgewezen, want er was competitie, strijd of driehoeksverhouding of zo. En dat komt hier nu terug binnen, want er is hier iets beëindigd. Dat kan. Of dan wel, volg jij hier je hart naar aanleiding van een professionele teleurstelling? Competitie, strijd, mensen die ja, een beetje ellebogenwerk doen, misleiden, achter je rug om praten. En denk jij van, nou als het zo is, ga ik iets terug aanpakken wat ik eerder heb afgewezen. Of een plan, een idee, een avontuurlijk iets terug uit de kast halen dat ik erin had geschoven. Van nee, dit is niet het juiste moment. Nu misschien wel. Ik heb namelijk hier de koning en de koningin van staven. Voor mij zijn dat de ondernemers, de charismatische leiders, de creatieven. De koningin van staven ondersteboven. Dus hier heb ik iemand die onzeker is. Soms kan dat de minnaar of minnares zijn. Het kan zijn dat we hier inderdaad uit zo'n situatie komen. Waar we broodkruimeltjes hebben gekregen of gegeven. Gesprek dat een einde creëert. Iets werkt niet. Ik heb hier een stabiliteit dat wankelt. En dan heb ik een cadeautje van het universum. Een heel nieuw begin, financieel, materieel. Maar eerst is er een gesprek dat iets moet beëindigen. Dat plaats moet vinden. Dat iets niet werkt. Verklaar de twee van kelken. Wat is deze disharmonie in deze partnerschap, relatie? Voor sommigen kan het... Ja, kunnen er kinderen zijn die een beetje de relatie verstoren. Familieleden. Een manipulerend persoon, familieleden of ex-partner. Daar varen we van weg. Je vaart weg van een niet evenwichtig, niet in balans partnerschap, connectie. Je voelt je ergens een beetje ingeluist, ergens ingelokt. Het was niet de afspraak, het was niet de bedoeling. Dat kan een reorganisatie zijn, professioneel. Waar je weg van vaart, heel berekend. Aha. Of dan wel een huis, een plek, een huisje, een boompje, een beestje, wat we hebben opgebouwd op de langere termijn, dat hier wankelt en waar we weg van varen. Ik heb wat onzekerheid over het financiële, maar het cadeautje komt er daarna wel aan. Ik heb het gevoel wel daarna, dus eind 2025, begin 2026. Goed, in de liefde, ben ik benieuwd. Discrete relatie en ontmoeting door synchroniciteiten. Wat mag ik weten? Volgende week in juli. De prins op het witte paard of prinses. Een liefdevol bericht. Een spijt me. Ik hou van jou. Een verzoening. Romantisch gebaar. Oké. De gehangene vissen energie. Viskreeft schorpioen en viskreeft. Heel veel water hier. Oké. Ik heb hier iemand die een liefdevol bericht geeft. Ja, maar dat creëert wel wat... Er zijn wat gevoelens die onderdrukt worden hier. Met de gehangene, ik heb iemand die vastzit, in limbo hangt. En als we de situatie vanuit andere perspectieven bekijken, of dankzij nieuwe informatie of een persoon dat via synchroniciteiten binnenkomt, zien we het licht hier. En is het tijd om ons te bevrijden? Verklaar de ridder van kelken. Wie is dit en wat komt hij hier vertellen? Mijn lieve schorpioen. De koningin van zwaarden. Deze komt vertellen, het oordeel. Dat kan een tweede kans zijn, een wedergeboorte.
Deze komt vertellen dat hij zich wellicht verlost heeft. Of zij zich verlost heeft. Ik heb hier iemand die de banden heeft gesneden met een niet constructieve samenwerking, partnerschap. Dus binnen relaties met de dood die wel in harmonie is, kan het inderdaad professioneel zijn. Dat we hier professioneel de dingen anders aanpakken, want het werkt niet. En tijd om de banden te snijden hier en ons hart te volgen. En daarin moeten we misschien iets opofferen, financieel. Of daardoor vloeit de liefde weer terug. Schorpioen-energie hier met de dood. Ik heb hier of dan wel iemand die liefdevol terugkomt en vertelt. Ik heb de beslissing genomen om een niet-constructieve samenwerking los te laten. Maar het is nog niet helemaal klaar. Het is nog niet. Ik ben een beetje bang voor de verandering. Ik heb hier een ongelukkige situatie met familie of gezin. Ik heb hier iemand die zijn of haar onafhankelijkheid heeft verklaard na een rouwende periode. Zodat we samen kunnen komen. Een verzoening, versterking. Dit is een zegening. Even liefde. Verklaar de gehangenen. Wat moet er opgeofferd worden voor de liefde hier? Eentje maar. De zeven van pentakels. Oh. Ik heb hier iemand die wel een beetje lang in de limbo gaat blijven hangen. En blijven analyseren. Want ja, maar wacht. Hoe ga ik dit aanpakken? Ik zie het niet. De tien van kelken. Dat kan een gezin, een structuur. En bijvoorbeeld willen we verhuizen. Nou, dan laten we inderdaad een familieleden een beetje achter ons. Voor sommigen is het een gezin dat we hier opofferen. Voor het geluk samen. De gematigdheid en de zeven van staven. Veel zevens. Veel persoonlijke groei hier. Dankzij dit nieuw perspectief, nieuw inzicht. Maar ik heb iemand die zich wel eerst gaat plat analyseren voordat hij kiest voor het geluk hier. Want chaos. We vinden moeilijk een compromis. En met de zeven van staven, ik heb het gevoel dat er een situatie is. En dat kunnen ook gewoon met familie of vrienden. Er is hier iets dat de moeite niet waard is om voor te vechten, om voor te blijven doorzetten en gaan. We gaan hier voor het geluk samen. Misschien stiekem. Stiekem dat ik hier een scheiding heb die ingelast wordt. Of stiekem liefde. En dan hebben we impulsief de volgende fase binnen een relatie. En het gaat ineens heel snel. Ja. Dus ja, de opoffering van een niet constructieve samenwerking, partnerschap, mensen om je heen. Het is tijd om de banden te snijden met de dingen die niet meer, die jou niet helpen te groeien, die jou niet ondersteunen in jouw geluk samen. Ik zou willen zeggen, analyseer je niet volledig plat hier, want er is hier iemand die staat te popelen en heel ongeduldig is. Maar er is hier iets niet meer de moeite waard om voor te vechten. Er zijn behoorlijk wat gevoelens en angsten die boven water komen hier. En het is voor mijn gevoel wel tijd om daarna te handelen. Wat is het advies voor mijn lieve schorpioen? De zeven van pentakels. Oh nee, de zes, pardon. Wie goed doet, goed ontmoet. Ontmoet je iemand via synchroniciteit, maar omdat je iets goeds doet. Vrijwilligerswerk of zo. Een onverwachte toestroom van geld. Verstandig geld lenen of een schuld terugbetalen. De zes van pentakels spreekt over. Je krijgt hier hetgene waar je recht op hebt. Wat je geeft, krijg je terug. Dit is goede karma. Een balans vinden tussen werk en privé. De ster, later man energie. Kijk vol hoop en optimisme naar de toekomst. De kracht van jouw geloof kan bergen verzetten. Prettige verandering die verlichting brengen naar moeilijke tijden. Geluk naar moeilijke tijden is het hier zeker, heb ik aan alle kanten. Werk en privé lijkt gelinkt. Kan het een ontmoeting zijn via het werk? Dat kan. Of gaan we door de liefde professionele veranderingen aanbrengen. Dat kan zeker ook. Eenheid, stier, energie en waterman met de ster. Onderneem de juiste stappen om de juiste redenen. Vergelijk oude benaderingen met nieuwe om te kijken wat het beste voor jou werkt. Een spiritueel gericht gezelschap. De hoogpriester, stier, energie. Een commitment aangaan, het juiste doen, geleid worden vanuit het hogere bewustzijn hier. Verbintenis aangaan. En de prins van zwaarden. Zoek een rationele oplossing voor je probleem. Nou, deze is rationeel en keihard. De noodzaak snel en kordaat te handelen.
plotselinge of onverwachte veranderingen. Ridder van Zwaarden kan jij zijn die weet wat je wilt en je gaat vooruit, je kijkt niet achterom. Of dan wel, ja, dus heel vastberaden, impulsief. Of dan wel informatie dat jouw kant op komt, iemand dat jouw kant op komt die behoorlijk snel wilt, maar waardoor je knopen door kunt hakken. Mijn lieve schorpioen, ik hoop oprecht dat je hier iets aan hebt. Laat het me weten. Ik ben altijd heel blij en heel dankbaar voor al jullie berichten. Like, deel, abonneer, klik op het belletje. Blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. Ik ga hier verder op borduren, want ik ben veel nieuwsgieriger dan dit. Dus mocht deze reading voor jou resoneren en wens je meer informatie, mag je me volgen. De link vind je in de beschrijving van deze video. Zo niet, ik stuur je alle liefde en licht toe voor het komende jaar. Ik dank je wel voor het kijken en ik zeg tot snel.